Het Midden-Nederland in Utrecht op de Jutfaseweg. Surfjanten Patrick en Raymond staan voor de kruising als er plotseling een e-bike voorbij flitst. Hé, hey, ga eens naar rechts. De fiets. Ja, ga hem opschrijven. Hij moet gewoon een kenteken laten. Ja. Kijk waar hij fietst, man. Kijk eens waar hij gaat. Meet hem. Meting loopt. Ah, hij zit er dik boven de 40. Speed pedelec. Hij heeft een blauwe kentekenplaat nodig. 40 in de tuur. Gaan we even naast rijden. Hallo, politie. Mag even stoppen. Nee. Nou, dat is ook... Nee. Ja, volgens mij zei hij dat. Volgens mij doet hij dat ook gewoon. Ja. Nou. De surveillanten grijpen naar andere middelen om de e-biker tot stoppen te dwingen. Goedendag, u mag even stoppen. Ik zal me even voorstellen, Patrick van de Verkeerspolitie. Ik zou graag even uw rijbewijs willen en het kentekenbewijs. Want u mist de kentekenplaat op uw fiets. Die is er afgevallen inderdaad. Dan moet ik er weer opnieuw opzetten. Ja. Heeft u hem wel bij u? Ik heb hem wel bij me. Tenminste, de plaat niet, maar de papieren wel. Dat is niet zo mooi. Want dan bent u een overtreding. Als het goed is, is het dat. Hartstikke mooi. En waar heeft de plaat gezeten? Of heeft er überhaupt geen plaat opgezeten? Die heeft daar gezeten. Ja. Maar goed, u moet hem wel bij u hebben. Ja, als u hem verloren bent. Ja, dan zou ik hem ziek in het opnieuw zitten. Ja. Zo krijgt u proces verbaal voor het rijden zonder kentekenplaat. Ja, dat is niet anders. Nee. En u weet dat het niet mag, neem ik aan. Ja, hij zit er niet voor niks op, denk ik dan. Ja. En wanneer is hij er dan afgegaan? Een paar weken terug. Een paar weken terug? Ja. En al die tijd rijdt u gewoon door zonder kentekenplaat? Nee, ik rijd niet dagelijks. Nee, oké. Okay. Vind je het heel erg als ik u niet helemaal geloof? Dat is prima. Oké. Okay. Ja. Hoe hard kan die? 155? Nee. 45. 40, 45. Ja. Dan moet ik echt hard trappen. Ja, nou we hebben u net even gemeten. Hm. En u reed op de Jutfaseweg reed u 40 kilometer in het uur. Dus u was heel hard aan het trappen dan? Ja. Ja. En gebruik voor woon-werkverkeer? Ja. Dus waar werkt u? IJsselstein. Oké. Okay. Dat is kilometer? 13. 13. Oh, dat is een mooie afstand. Ja, ik ben er sneller dan met de auto. Ja. Deze zijn Rudy, krijgt u vast terug. U mag een verklaring afleggen voor het ontbreken van de kentekenplaat. Bent u uiteraard niet verplicht. Nee. Maar u wist dat hij erop hoorde te zitten? Ja, hij zat er ook een poortje tussen. Ik weet dat het heel fijn is om, wat u zelf al aangeeft, zo naar het werk te rijden. Ja. Maar houd ook dan wel aan de regels. Okay. Ik geef u een hand. Ik ga u wel vertellen dat u het laatste stukje moet lopen, want u rijdt zonder kentekenplaat. Nou, gelukkig ben ik weinig thuis. Dat zag ik. Dus ja. Maar heb ik ook een hand? Okay. Boetebedrag komt terug op 140 euro. Zo. Exclusief de administratiekosten van het CJB. Nou, dus misschien is dat een extra reden om toch even het kenteken netjes erop te plakken. Oké. Okay. Goed. Fijne dag. Een e-bike moet net zoals een snorfiets over een blauwe kentekenplaat beschikken. De bekeuring bedraagt 140 euro. Koos, we zagen net een e-biker voorbij knallen. Nou ken ik wel fietsen met hulpmotortjes, maar wat is dit voor ding? Ja, dat is nieuw. Dat is de High Speed e-bike. Dat is een elektrische fiets en die geeft een ondersteuning aan de trapbeweging tot een snelheid van wel 40, 45 km per uur. Terwijl bij de gewone elektrische fiets die trapondersteuning tot maximaal 25 km per uur is. En kennelijk heeft zo'n e-bike, net zoals een snorfiets, een eigen kentekenplaat. Ja, dat klopt. Ze moeten een kentekenplaat hebben en de meeste van deze e-bikes hebben het kenteken of de kentekenplaat van een snorfiets. Moet je als e-biker nou een rijbewijs hebben en ben je verplicht een helm te dragen? Nee, als die e-bike het kenteken heeft van een snorfiets, dan heb je wel een rijbewijs nodig, maar hoef je geen helm te dragen. Vanaf 1 januari 2017 worden dit soort fietsen voorzien van een bronfietskenteken. Dan moet je wel een bronfietsrijbewijs hebben, een bronfietskenteken en een helm gaan dragen. En vooruitlopend op die regeling mogen deze fietsen nu alvast een bronfietskenteken krijgen. En mogen degenen die nu een snorfietskenteken hebben vanaf 1 juli omruilen voor het bronfietskenteken. Wat vind je er eigenlijk van dat er steeds meer van dit soort voertuigen op de weg komen? Ja, ik vind dat nogal een probleem. Waar ik moeite mee heb, is dat je de snelheidsverschillen krijgt tussen de gewone fiets en tussen deze high-speed e-bike. En voor de gemiddelde weggebruiker wordt het ook wat lastiger, want je ziet een op een fiets gelijkend voertuig aankomen die ineens 45 kilometer rijdt, terwijl je denkt dat hij misschien 15 of 20 kilometer rijdt. Dus dat is nog wel een gevaarlijk probleem.